Gezondheidszorg is belangrijk voor alle Nederlanders. Ik maak me zorgen over de betaalbaarheid van die zorg en over de beschikbaarheid van goede zorg voor volgende generaties. Kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen. Er spelen belangrijke en lastige vragen. We hebben op dit moment in Nederland niets te klagen. We hebben een heel modern stelsel, we hebben uitstekende ziekenhuizen, we hebben goed opgeleide artsen. En het stelsel is ook toegankelijk voor iedereen. Dus we kunnen onze zegeningen tellen. De vraag is, blijft dat zo? Wat ons enorm bedreigt is een geweldige kostenstijging. In 2000 gaven we nog iets meer dan 40 miljard euro uit met elkaar. Nu, 10 jaar later, is het bijna verdubbeld tot iets minder dan 80 miljard euro. Die kostenstijging die kunnen we niet negeren, daar moeten we over gaan nadenken. De voorspellingen liegen er niet om. Op dit moment geven we ongeveer 5000 euro per jaar per Nederlander uit aan de zorg. En dat gaat oplopen per 2040 naar iets tussen de 17.000 en de 25.000 euro per jaar. Een geweldige stijging. Tegen die tijd zouden de zorgkosten dan ongeveer 1/3 uitmaken van de rijksbegroting. En dat gaat hoe dan ook ten koste van andere belangrijke posten, onderwijs, cultuur, infrastructuur. Die lastige afweging die daarachter schuil gaat, die moeten we expliciet met elkaar gaan bespreken. De allerbelangrijkste oorzaak van de kostenstijging is in zekere zin het goede nieuws dat de medische technologie steeds meer mogelijk maakt, maar wel tegen steeds hogere kosten. Daarnaast komen er steeds meer ouderen bij in Nederland. Dat is de vergrijzing en ook dat draagt bij tot de kostenstijging. In de combinatie dus een heel bedreigend perspectief. We kunnen ons geld maar één keer uitgeven en dat creëert dilemma's. Zijn we bereid meer premie te gaan betalen? Vinden we dat het basispakket kleiner moet? Zijn we bereid wat consumptievrijheid in te leveren? Dat zijn de afwegingen waar we nu voor staan en het zijn keuzes die we niet langer kunnen ontlopen. Het kabinet heeft de SER gevraagd om te adviseren over de toekomstbestendigheid van de zorg. Dat wil zeggen de betaalbaarheid van de zorg en de dreigende personeelstekorten in die sector. Kroonleden, werkgevers en werknemers gaan eraan werken. Het kabinet heeft ons gevraagd begin 2013 daarmee klaar te zijn. Zorg is heel belangrijk voor de Nederlanders. Wat we hopen te bereiken is dat men zich bewust wordt van het probleem dat we hebben en onderkent dat er grote keuzes te maken zijn om de kwaliteit van de zorg voor toekomstige generaties veilig te stellen.